Al was er maar driekwart baan beschikbaar om op te schaatsen, het was afgelopen weekend gezellig druk op de ijsbaan van Skate Skiler en Natuurijsvereniging Heumen. Veel mensen trokken de schaatsen aan om in de uitnodigende winterzon het ijs op te gaan. Nou, de opkomst, zoals u ziet, het is een grotendeels veel jeugd. Er zijn ook al heel veel volwassenen geweest en vaders en moeders zijn er natuurlijk helemaal bij nu. Maar de echte schaatsers, ja, die houden niet van een halve baan. En dat is ook heel logisch. Maar de opkomst, geen klachten. We hebben animo al zat gekregen gistermiddag en vandaag ook. Maar ja, helaas, er zijn erbij die keren weer om en gaan iets anders zoeken, omdat ze toch echt rond willen gaan. Nou, als het vannacht stevig vriest, dan kunnen we zondag weer de hele baan gebruiken. In de nacht van zaterdag op zondag is op de Graafse Weg een 31-jarige fietser verongelukt als gevolg van een aanrijding met een taxi. De zwaargewonde vrouw uit Nijmegen werd door hulpverleners ter plekke gereanimeerd. Vervolgens werd ze met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht en daar is zij uiteindelijk overleden. De bestuurder van de taxi is een 29-jarige man. Hij is meegenomen door de politie voor verhoor en verder onderzoek. Het ongeluk vond plaats rond 3:30 s'nachts ter hoogte van de stoplichten bij de verbindingsweg. De taxi reed stadinwaarts. De Graafse Weg is 2 uur afgesloten geweest. Een disco zoals je hem niet zo heel vaak ziet op rolschaatsen in de zaal van Concertgebouw De Vereniging. De stoelen in de grote concertzaal moesten plaatsmaken voor honderden dansende mensen op wielen onder het sfeervolle licht van een discobal. Met rolschaatsen, rollerskates en zelfs een enkel skateboard kon gerold worden in de zaal die omgetoverd was tot rolschaatsparadijs. Ja, ik ben eigenlijk geïnspireerd door collega's. Ik hoorde dat ze het in Amersfoort alles hadden gedaan en dat echt een super succes was. En toen keek ik nog eens een keer naar de zaal hierachter en toen dacht ik, nou, dat kan hier ook wel. De organisatie viel eigenlijk wel ontzettend mee. We waren vooral overvallen door hoeveel animo er was op Facebook. Dus we wisten vandaag echt niet of we 1000 of 10 mensen konden verwachten. Maar het is lekker druk geworden en we hebben wat extra rolschaatsen in laten vliegen. En dat is het eigenlijk zo'n beetje. We hebben een leuk publiek, er zijn families met kids, er zijn wat oudere mensen die in een ver verleden nog wel eens op rolschaatsen hebben gestaan. Er zijn studenten, het is hier gewoon gezellig.